Yo, welkom bij weer een nieuwe video. En vandaag hebben wij een vraag van onze vriend Patrick. En Patrick wil weten of een deload per se nodig is en hoe je dit kan herkennen. Voor de mensen die niet weten wat een deload is, de meeste mensen trainen een week of 8 en die houden dan 1 deload weekje. Omdat ze vinden dat hun lichaam dan moet herstellen. Dat is een deload week. Patrick, om jouw vraag te beantwoorden ga ik hier een mooi voorbeeld geven van iemand die hier lid is. Ik zal die persoon zijn echte naam niet noemen, want dat doe ik niet. En ik zal hem voor het gemak even Lars noemen. Lars die kwam een tijdje geleden kwam die bij mij. En om Lars een beetje te schetsen, Lars is een jonge jongen, van ergens in de 20. En die weegt 1,70 kilo. En hij kwam dus een tijdje geleden bij mij. En hij zei, Raymond, ik wil wat strakker worden. Nou, als je een man bent van een jaar of rond de 20 en je bent 70 kilo, dan vertaal ik dat naar, mooi, dan moeten we gewoon wat spiermassa opplakken en we moeten een beetje gaan vlammen. Dus dat is precies wat Lars deed. Lars die kwam 1 keer in de week hier, 2 keer in de week ging hij zelf naar de sportschool toe en alles ging lekker. Lars was lekker aan het knallen, we hadden een lekker schema hadden we opgesteld en hij begreep hoe hij moest eten, hij at lekker te veel, hij kwam 1,05 kilo aan, hij sliep goed, geen stress. Hoppakee, alles ging lekker op rolletjes. Dus Lars die werd vanzelfsprekend lekker enthousiast, want hij begon er telkens beter en beter uit te zien. En de zomer is natuurlijk nog een halfjaartje in aantocht, maar je hebt wel lekker de tijd. Dus Lars werd enthousiast. En daar ging fout. Lars die werd te enthousiast. Ging eens een keer extra trainen, ging eens een keer wat extra oefeningen doen. Dacht eens een keer dat hij wat langer moest blijven in de sportschool en het werd meer en meer en meer. En daar gaat het bij veel mensen fout. Wat Lars, op een gegeven moment kwam hij hier en ik merkte aan zijn lifts, aan de belangrijke oefeningen, dat het allemaal niet zo hard vooruit ging als dat ik had willen hebben. En vooral het allerbelangrijkste was dat ik zijn enthousiasme, en daar merk ik het aan, zijn enthousiasme een beetje omlaag ging. Dus hij kwam normaal binnen, yo Raymond, gozer, hoe is het? Yo, lekker man. En uiteindelijk was het een beetje, hey, morgen man, morgen. En zijn enthousiasme verdween een beetje. En dat zijn meestal in combinatie met bijvoorbeeld slecht slapen, hoofdpijn, allemaal rare klachten. Zijn dat de eerste tekenen van overtraining? Dus ik heb tegen Lars gezegd, jongen weet je, we gaan het even anders doen. Je gaat zeker 1 à 2 weken niet naar de sportschool, je gaat niks doen. Je gaat ook hier niet meer komen voor de komende 1-2 weken en ga gewoon eens lekker hobbyen. Ga gewoon eens iets compleet anders doen. Ga even een biertje drinken met je vrienden. Zorg even dat je een beetje rust. Lars loopt weg. Wat een man. Hello darkness, my old friend. 2 weeks later. Yo! Lars komt 2 weken later weer terug. Hoppakee, enthousiast, gezellig, knallen, vlammen, oefeningen gaan weer lekker. De oude Lars is weer terug. Patrick, zoals je merkt aan mijn verhaaltje, een deload is simpelweg gewoon nodig. Maar je vraag bestond uit 2 vragen. Hoe herken je dit? 2 dingen. Nummer 1 is, als je al wat langer traint, dan merk je vanzelf dat je een deload nodig hebt. Je merkt het aan de lifts, je merkt het een beetje aan je humeur. Maar dan moet je je eigen lichaam best wel goed kennen. En dat leer je niet in het eerste trainingsjaar. Omdat veel van mijn kijkers naar dit kanaal, ik heb geen idee, maar ik gok allemaal tussen de 0 à 2 jaar echt serieus aan het trainen zijn, zal ik nog een goede tip meegeven. De eerste dingen die je gaat herkennen is bijvoorbeeld slechte slapen. Het voorbeeld van Lars, minder motivatie. Misschien wat meer stress, wat sneller agressief. Maar dan ben je eigenlijk al iets te laat. Dan ga je meer naar overtraining, overreaching ga je dan naartoe. En dat is iets wat we gewoon lekker willen voorkomen. Dus een hele makkelijke en handige tip waar jullie echt wat aan hebben, want dan kan je gewoon, dat is duidelijk, kunnen we gewoon gelijk mee aan de slag. Dat is, ik heb hier 2 ringen hangen, daar ga je gewoon aan hangen. En je blijft daar zo lang mogelijk aan hangen, je zet een timer aan en je knijpt, 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 knijpt. En op het moment dat je op de grond landt, kijk je even op de timer en je bent bijvoorbeeld 1 minuut blijven hangen. Op het moment dat jij dit hebt gedaan en je denkt, nou, ik ga gewoon eens even trainen, 1 week of 6, 1 week of 8. Dat zou ik een beetje als richtlijn aanhouden. En je denkt, ik weet het niet, ik twijfel een beetje aan mezelf. Ga je gewoon weer aan die ringen hangen? Nou, als we hebben gezegd, we hebben vorige keer 60 seconden gehaald, 1 minuut. Dan zou ik als richtlijn aanhouden dat je er niet meer als 10%
naast moet gaan zitten. Dus op het moment dat je er 6 seconden af had, komen we op 54 uit. Op het moment dat je er onder de 54 seconden eindigt, kennelijk ben je dus je centrale zenuwstelsel aan het overbelasten en verlies je dus handknijpkracht. Dat is een hele makkelijke en gewoon simpelweg duidelijke en strikte test. Natuurlijk zijn er nog een aantal varianten op deze oefening. Je kan bijvoorbeeld ook een setje farmer handles beet houden. Of je kan 2 gewichten tegen elkaar aanhouden met de gladde kanten naar buiten. En op het moment dat die vallen, oké, dan is dat je tijd. Dat zijn een paar trucjes, een paar hele handige tips waar je gewoon echt wat mee kan. In plaats van, ja, je voelt het een beetje aankomen. Dat is voor de meeste beginners is dat gewoon niet duidelijk. Zal ik hem afsluiten? We gaan hem lekker afsluiten. Dit was Raymond Schultz. Nou, dat is een verkeerde afsluiting. Had je wat aan deze video? Vond je het een leuke video? Neem dan eens een keer een kijkje op mijn kanaal. Dan kan je ook gelijk abonneren. Dit was Raymond Schultz, totalstrek.nl. Ignite your fire and grow stronger. En hij klopt gewoon weer zo.